Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. De realiteit is, is altijd heden en als klein kind kan, is die realiteit te verpletterend. Dat kan je jezelf niet toelaten, want je bent nog te afhankelijk. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag met Hanna Kuppe, een dame die al heel lang bij mij op het verlanglijstje stond voor deze podcast. Uh, zij is auteur van de boeken Liefdesbang. Nou, die is al best wel een beetje oud. Tegenwoordig heeft hij een <laughs> nieuwe kant Een Liefdesroep en liefdeskunst. En verzorgt trainingen voor mensen die vastlopen op het gebied van liefde of zichzelf. Hanna biedt onder andere een veilige bedding en liefdevol welkom aan mensen met een diep verlangen zichzelf op te halen die in verbinding met zichzelf en anderen willen herstellen en die hun volle potentieel willen ontwikkelen. Dus onder andere de moederwond, vaderwond, Nou, er komt van alles, denk ik, naar voren in deze podcast. Uh, heel erg dankbaar dat jij hier bent, Hanna. Nou, heel fijn om hier te zijn, Marjolein. Ja, ja echt blij, uh... ja, heel, heel blij dat je er bent. En um, wat betekent holistisch leven voor jou? Is altijd de eerste vraag die ik stel. <laughs> dus we gaan er gelijk in. Ja, nou ja, wat betekent holistisch leven? Um... Voor mij betekent dat um, ja, leven waarvoor ik gekomen ben, denk ik. Mm. Dus echt um, mijn bestemming leven. Um, en, dat dan, en dat dan zo congruent mogelijk doen op alle lagen. Ja, dus het leven um, nodigt je voortdurend uit om daarin um, ja, ja, al die lagen aan te kijken. Dus het is niet alleen fysiek, het is niet alleen emotioneel, maar het is het is alles. Het is ook spiritueel. Het is. Dat is alles. En uh, daar, daar krijg je ook genoeg uitdagingen voor om daarin steeds weer terug naar jezelf te gaan. Maar ja, het is, het is echt, uh, dat gaat voor mij eigenlijk veel meer over identiteit. Hmm. Dus niet wat je doet, maar veel meer wie, wie je bent. Mooi. Ja. En uh, zullen we even mee op reis gaan van nou ja, de basis van jou, Johanna, tot waar je nu staat. Hoe ja. was je als kind en, en hoe heb je dit zo ontdekt waar je nu staat? Ja, vaak het mooie is dat je, dat je, als je terugkijkt op je leven, dat je dan een soort rode draad ziet. Dat je denkt: aha, ik weet nog dat ik, toen ik kind was, dat ik af en toe van hè, wat, wat is de bedoeling in godsnaam? En ik kan in ieder geval mezelf herinneren als een kind wat altijd op zoek was naar uh, betekenisgeving. Ik had een mm. soort noodzaak van binnen van. Ja, wat, 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 wat is het doel? Wat is de betekenis? Er, er moet iets meer zijn. Wat is, wat, en eigenlijk was dat de vraag, wat is mijn bestemming? Ja. En daar was ik zo ongelooflijk altijd naar op zoek. En ik denk dat dat ook komt door ja, de plek van waaruit ik geboren ben. En dat, 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 dat was eigenlijk een nest van verdriet. Hmm. Of beter gezegd, een nest waar het verdriet niet genomen werd. Wat eigenlijk allemaal. Ja, onder een zware deken kwam te liggen. Omdat voor mijn geboorte. mijn broertje van 2,5. op. Uh, ja, enorm tragische wijze is uh, verongelukt. Hmm. Uh, bij ons op de boerderij. Ja. Um, en dat was. Dat was zo'n groot familiedrama. dat dat. dat was te groot. En ja. ja, mijn ouders hadden een boerderij. het leven moest doorgaan. Tijd voor emoties. Nou, al helemaal in die tijd. al was, was er gewoon niet. Dus er was geen enkele begeleiding of wat dan ook, ja, dus, dus um, toen kwam ik ja. en, uh, en dat was nog niet verwerkt. Nee, dat was, als, dat, in de verre was absoluut dat kan. niet verwerkt ja. en en dus dus ja, dus hoe kun je als ouders, als het gaat natuurlijk over het thema hechting, ja. hoe kun je als ouders een nieuw kindje uh, werkelijk toelaten? Uh, ja, als de dood daar eigenlijk nog zo is, ja, tussen ongewerkt ja, is, okay, die ja. zit daar dan eigenlijk zo tussen. Ja, um, ja en, en dat heb ik altijd ervaren van, hey, ik weet dat ik ontzettend welkom was, mm. maar er was ook een laag waarin zij daar niet in aanwezig konden zijn om, om, ja, om mij echt een volle toe te laten in, in de hechting. Ja. En dat is, ja, dat is het startpunt geweest waarvan als ik nu terugkijk, dat ik denk, ja, daar heb ik een hele reis in afgelegd. Uh, dat was een enorme zoektocht uh, in ja, mezelf. Want, want wat je doet als je voelt van hé. Hey, ja, ik werd echt overbeschermd. Uh, want ja, weet je, dat, als je het leven ingaat, als je het volle leven ingaat, ja, dan kan er zomaar iets verschrikkelijks gebeuren. Dus als dat maar was, niet weer een ongeluk gebeurt, als of maar he? niet weer, hè? Als, als, ja. als het maar niet weer voorbij komt en uh, dus zo de angst voor verlies, ja, dat heb ik echt met de paplepel ingegeven gekregen. Dus ja, ik ben me gaan aanpassen ja. en ik ben mezelf gaan wegcijferen en ik ben ontzettend emotioneel voor iedereen gaan zorgen. Dus ik was, ja, ik heb eigenlijk als kind een plek aangenomen. Um, ja, mijn, mijn vader die altijd zo heel stil naar binnen gekeerd was. Uh, ja, iedereen zat in, in zijn overlevingspatronen, ja. dus ik ging daarvoor zorgen in de hoop dat ik dan maar iets zou krijgen van wat ik nodig had, en dat was natuurlijk een totale illusie. Maar als kind kun je niet anders dan, dan weet je niet. Ben je ja, je, je hebt die dat verlangen, ja? Je, je zoekt onbewust naar iets waarvan je hoopt: hé, hey, ja, dat als het hen goed gaat of beter gaat, dan kan het mij ook beter gaan. Mm. Um, nou ja, en datzelfde patroon, als ik terugkijk, dat zette ik voort in relaties. Ja, ja, ja. ja dus in eerste instantie, ik weet nog mijn, mijn, mijn allereerste vriendjes. Ja, hoe gek ik ook op ze was, maar ik had eigenlijk iets meer nog met, met hun moeder als een soort surrogaatmoeder. Ja, ja. Dus het was, het was eigenlijk zocht ik een veilige bedding, ja. uh, waar, waar ik gezien werd om wie ik was. En niet om een heel overlevingsgebied uh, in stand te houden, maar dat ja, dus ik was zo op zoek naar de beschikbaarheid ja. en ja later ook met, met relaties dat het dat dat ik patronen leerde kennen in mezelf van ik dacht ja weet je dit, dit leidt iedere keer weer tot een teleurstelling, dus ik op een gegeven moment ontdekte ik dat ik degene was die de liefde het meest saboteerde ja ja en dat nou ja, dat zie je, dan trek je dus ook partners aan die in dezelfde patronen zitten, die liefde saboteren. En uh, nou ja, en uiteindelijk ging ik die patronen zien. Ging ja, het ja, was een ontzettend groot verlangen om, nou ja, om, om een partner te vinden die ook echt emotioneel beschikbaar was. En, uh, nou ja, en als je daar middenin zit, dan zie je al die. Uh, maskers waarin mensen niet emotioneel beschikbaar zijn, zie je niet. Nee, ze dat waren te oud of ze waren getrouwd of ze woonden te ver weg of als ze wel, wel single waren, dan moesten ze nog ontdekken of ze homo waren of niet. En weet je, ik heb <lacht> alle <lacht> versies <lacht> heb ik wel gehad. <lacht> <lacht> ja. Maar ja, het was natuurlijk een enorme afspiegeling. Uh, van mezelf ja. die niet emotioneel beschikbaar was, want ergens van binnen had ik het opgegeven. Ja, was jij ook niet emotioneel beschikbaar voor de ander, maar ook niet voor jezelf? Ook niet voor mezelf. Ja, want nee, ook, wanneer heb je dat ontdekt? Wanneer ben je hier echt die diepte mee ingegaan? Want eigenlijk is het ook wel weer mooi, hè, want je zegt even kort samengevat van, oh, ik zocht als kind al een bestemming dat 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 er meer was. Ik, ik voelde dat iets wezenlijks ook ook zou zijn en. Um, ja, dat je uh, dat het leven eigenlijk je ook uitnodigt om in die spiegel te kijken. Hey, ik word uitgenodigd om te kijken naar die pijn of die laag van emotioneel beschikbaar zijn. Om dat eigenlijk ook bij mezelf aan te kijken. En die pijn, die moeder wond. Daar gaan we gaan het straks denk ik nog wel over hebben. Ja. Hoe, hoe kwam je daar? Uh, hoe ging je daar zo die diepte mee in? Ja, nou dat, dat, dat is een tijd natuurlijk een, een soort onbewust. Proces geweest. Maar ik merkte toen ik uh, de, 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 nou, de, de jongen destijds tegenkwam, waarvan ik dacht. Nou, dit wordt de vader van mijn kinderen. Dat was, dat was zo'n duidelijk gevoel. Hoe oud was je toen? Uh, was ik denk achteraan in de twintig. Ja. Misschien 27, 28 daar ergens. En we waren ontzettend gek op elkaar. En ik was super gek op hem. Hij was super gek op mij. En toch kregen we het niet voor elkaar om dat werkend te maken. Dus daar ontdekte ik eigenlijk voor het eerst. Dat er een, een dans ontstond tussen ons tweeën, nou, en en ik zat natuurlijk helemaal in het in, in, in de psychologie en in ja. de spiritualiteit en in en dit hele hè, zelfontwikkelingsverhaal. Daar was ik al ontzettend veel mee bezig. En hij uh, was psycholoog, dus ik denk: Als het ons niet lukt, ja, dan echt, ja, dan dan gaat het dus, dat gaat niet meer lukken. Het moet lukken. Ja. Um, en daar ontdekte ik van. Hè, ik, ik, zocht, ik zat vooral meer aan de kant van de verlatingsangst ontdekte. Ik dus ja. ik zocht die toenadering en hij nam uh, steeds afstand. Aan de binding ja, angst. Ik, precies. Dat vond ik dan zo pijnlijk. En als ik dan dacht, nou ja, laat maar. Um, en ik trok daar niet meer aan. Dan begon hij. Ja. En zo ontdekte ik tussen ons die dans van afstand en nabijheid. Dus van verlatingsangst en bindingsangst. Maar goed, uh, ondanks dat ik die patronen ging doorzien, we konden het daarover hebben, maar we, we konden het nog niet transformeren. Dus we zaten nog te veel met onze schaduwstukken en konden ja. dat niet transformeren. Maar dat was het moment dat ik het eigenlijk van binnen had opgegeven. Dus als dit niet lukt met onze capaciteit en onze intentie en onze. Ja, dan. De, 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 ik had het ergens van binnen, dacht ik. Ja, dan gaat het niet meer lukken. Dan gaat het nooit meer lukken. Dus vanaf dat moment had ik nog wel relaties. Maar meer voor de lusten, niet meer voor de lasten. Ja. En, en ja, was ik zelf ja. emotioneel totaal niet beschikbaar. Tot ik ziek werd. Echt een aantal jaren later. Nogal wat jaren later werd ik ziek. Moest ik besluiten om met alles te stoppen. Uh, dus dat was zo'n moment dat het leven mij stilzette. En ik. Voelde van ja, als ik nu zelf die keuze niet maak om mezelf stil te zetten, ja, dan gaat mijn lijf dat echt voor mij doen. Ja, en zover wilde ik het niet laten komen, dus toen ben ik met alles gestopt. Ik had een goed lopende praktijk, psychotherapie voor volwassenen. Ik aan de buitenkant zag het plaatje er allemaal heel goed uit. Wat voor ziekte had je? Ja, het was, het was, noem het een burn-out. Ja. Mijn hele hormoonsysteem was, stond op zijn kop. Het was... Het was even uh, helemaal... Mijn schildklier. Um, wat niet, eigenlijk. Wat, ja. ja, zo... Ja. 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 Oh, echt even... Het ja. was gewoon... Het was echt... Ik moest echt even helemaal een time-out. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een omkeerpunt dat ik dacht, ja, maar ik... Dit, dit, als ik fysiek ziek ben, dan wil dat natuurlijk altijd zeggen dat er ook op andere laag iets aan de hand is. Ben, ja. Mijn lijf is niet zomaar ziek. Dus ik ben met een patroon bezig wat mij ja, wat niet helpend is, wat niet dienend is. En ja, mijn, mijn kernthema in mijn leven is die verlatingsangst. Ja. Dus ik wist gewoon, ik heb dit thema al honderdduizend keer aangekeken, maar blijkbaar ben ik dus nog niet tot de kern gegaan. Nee. En toen ontstond in mij het verlangen van en nu wil ik echt tot de kern. En dat was ook het moment dat ik besloot om, ja, om een boek te gaan schrijven. Omdat ik dacht, niet, niet voor anderen of voor de wereld was ik helemaal niet meer bezig, maar voor mezelf. Ja. Dus ik dacht, als ik hier een boek over ga schrijven, ja, dan dwing ik mezelf om tot die kern te gaan. Ja. Want dat, dat kan niet anders. Als je Echt een boek erover. Diep schrijven, op dan onderzoek uitgaan. Poe, diep op onderzoek <laughs> ja. uit. En um, ja, op die manier wilde ik mezelf een stok achter de deur geven om geen escape meer te hebben. En er echt naartoe te gaan. En nou ja, dat was wel bijzonder. Want wat gebeurt er als je een boek gaat schrijven over je verlatingsangst? Nou, dan kom je dus weer een man tegen. En ik dacht, dat is mooi. Ja. Want uh, dan kan ik nu met hem laten zien hoe het allemaal wel moet. Want ja, ja dat moet ja. natuurlijk wel succesvol worden. Ja. Nou ja, niets het, 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 het was minder waar, want ik kwam de man tegen die, ik, ik geloof, dat nog nooit zo onbeschikbaar uh, was als ik al voorheen had gehad. En op een bepaalde manier ergens ook super nabij. En ja, het enige wat ik te doen had, was hem loslaten. Hmm. En in dat proces van hem loslaten kwam ik eigenlijk uh, erachter dat het helemaal niet om hem ging. En het... Allemaal niet om die eerdere mannen had gegaan. Maar het ging eigenlijk over de onbeschikbaarheid van mijn vader. Ja. En eigenlijk was dat kleine meisje in mij nog altijd op zoek naar de beschikbaarheid van haar vader. Dus in iedere man zocht ik dat. Ja. En in de energie leken die mannen sprekend op mijn vader, die, die, waar ik heel dichtbij mocht komen. En tegelijkertijd dat ze vol in de bescherming gingen en mij weer op afstand zetten, omdat het raakte ergens natuurlijk aan ja. hun. Ja. Kindpijn. Ja, en dan zocht je, noemen ze dat ook de vaderwond dan? Dat stuk? Nou ja, dus als je het hebt over moederwond, vaderwond, bij mij um, was ik me destijds nog niet zo vol bewust van, van mijn moederwond, omdat mijn vaderwond veel meer op de voorgrond ja, lag. Dat lag echt aan de oppervlakte. Omdat dat, dat lag aan de oppervlakte. thema met mannen, ja, in relaties, het zoeken van je vader. Ja, ja dus ja, die... als, als kind was ik altijd op zoek naar mijn vader van hij, hij was er fysiek altijd ja maar niet emotioneel maar ik voelde hem niet dus ik was altijd op zoek waar ben jij waar ben jij dus ik moest heel erg ver van mezelf weggaan en eigenlijk heel diep naar hem reizen om te ontdekken waar ben jij waar kan ik jou bereiken ja. en ik deed dat exact hetzelfde bij die mannen dus ja. ik verliet mezelf um, nou ja om maar heel dicht bij hun te kunnen zijn maar eigenlijk was ik ja die die dat, dat kleine bange en kwetsbare jongetje dat probeerde ik te helen in die mannen ja maar dat was een beetje natuurlijk de omgekeerde ja. wereld oh. en dat ging ja. niet werken want ja die die ja. Uh, dus dat dat uh, dat spoor liep dood ja. dus wat ik te doen had was uh, dus dat aankijken. dat dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen dat heb ik natuurlijk zo zelf moeten ontdekken dat het ging niet die mannen die symboliseerden de verstrikking met mijn vader. Ja. En, en als je die onderlaag niet aanpakt, dan blijf je het in het uiterlijke leven maar steeds met nieuwe partners herhalen. Aha. Want dat patroon neem je mee. Ja. Dus ik moest dat diepere patroon aankijken en uiteindelijk mezelf vrijmaken van de verstrikking met mijn vader. En ik was ergens ten diepste als kind bang als ik niet emotioneel voor hem zorg. Dan vertrekt hij ook. Ja, dan is hij ook weg. Dan ja. gaat hij. Dan, is hij ja. dan, dan, dan verlies ik hem ook. En hoe heb je die verstrikking aangekeken met je vader? Hoe, hoe heb je daar hulp voor gehad? Of ben je met jezelf echt naar binnen gegaan? Van oké, okay, papa, je was er niet? Of hoe? Ja, dat, 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 is, dat is een heel proces geweest. Natuurlijk, natuurlijk niet één moment. Nee. Maar wat het belangrijkste is, was dat ik. Dat ik de hoop op een beter verleden moest mm. opgeven. Ja, ja. Dus ik moest de realiteit gaan toelaten dat ik hem emotioneel niet zou kunnen bereiken. Ja, de realiteit is helend. En of dat in het verleden niet was, of dat nu niet is, of in de toekomst nooit gebeurt. De package deal, de dit is wat het is. De is, realiteit ja. is altijd helend. Juist. En als klein kind kan je, is die realiteit te verpletterend. Ja. Dat kan je jezelf niet toelaten, want je bent nog te afhankelijk. En toen kwam ik natuurlijk op een leeftijd dat ik ja, meer op eigen benen kwam te staan. Dus dan is dat ook een. Ja, dan, dan wordt het ook veilig. Ja, om, te, om dragen. te dragen. Dat je kan zeggen: Oké, okay, ja, dus misschien ga ik hem wel nooit meer emotioneel bereiken. Mm. En dat is, dat, ja, dat is pijnlijk. Oh, als je dat zo zegt, ik, ik weet niet hoe de mensen thuis, maar voel eens even. even sta eens even stil bij wat Anna zegt. Oeh, wat als je, nou, of dat een vader of een moeder is, maar wat als je die. Die, ja. die ouder nooit kan bereiken. Ja. Wat als dat nou nooit gebeurt? Ja. Ja. Je kan het soms ook vergelijken, weet je, op het moment dat iemand overlijdt, een ouder over, dat een over, weet je, dan kom je in een rouwproces en dan kan je het gaan verwerken, noem maar op. Maar op het moment dat iemand fysieker is, hè, maar dat die emotioneel er gewoon niet is, dat is eigenlijk lastiger. Dat is die zin op een bepaalde manier is dat lastiger. Op een lastiger. bepaalde manier, hè, omdat je, omdat je de, 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 het verlangen blijft je houden ja. en je blijft ja. Mogelijk gezien, vanuit het patroon gezien, je best doen. Ja. En je gaat dus bij jezelf weg ja. om in verbinding met de ander te treden, terwijl dat niet lukt. Ja. Dus je verlaat ook nog eens jezelf. En dat dus... is de valkuil van de valse hoop. Ja, ja. ja en, en de dus, valse hoop van ja, maar als ik, als ik dit doe, als ik dat doe, weet je, ik ja. alles dan uit de kast, ja. dan, He, die als dan. Ja. Ja, die werkt niet. Ja, dus dat stuk met je vader heb je aangekeken, ja. daar ben je helemaal doorheen gegaan. Nou, dat is. een geweldige uitkomst. <laughs> van. Ja, en toen was je met je vader, nou ja, uh, klaar. Even als je in, in hoeverre nou, dat, dat kan. Dat voelt nu, dat He? voelt He? wel ja, zo. Dat voelt heel rond. Ja, dat, dat heeft veel ja, jaren ja, ik maak van op die mijn leven beweging gekost. Maar <laughs> dat, voelt, dat voelt heel rond. Ik kan, ik, ik voel al, al veel jaren dat. Mijn vader hoeft niets meer te doen, hoeft niets nee. te veranderen, hoeft niet anders te zijn. Die mag helemaal zijn zoals die is. Ik, ik er is niets in mij wat nog denkt van, oh, dat, 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 dat is. Dat, ja. Ik kan zo'n ja. vrede en zo'n liefde ja. naar hem voelen. Ik voel het uh, ook, hè? ja, als ik dat ik is. is hart heel erg voor open en uh, ja, dat is. En dat toen. Is rond, en ja. toen kwam je moeder op de voorgrond. Want ja, dat kwam dus daarna eigenlijk. Ja, dat kwam eigenlijk daarna. En dat, dat zie ik ook bij heel veel andere mensen terug. Van, uh, ja. ja, maar dat, dat, uh, dat is misschien ook wel bij vrouwen. Dat, hè, dat, ja. dat we de eerste neiging hebben om... Hè, dat... ja. Vaak zijn we ook... Ik ben een vaderskindje geweest. En uh, dan begint het vaak daar. Maar onderhuid was die moederwond er natuurlijk ja. altijd. Want op het moment dat, dat, dat die moederwond er is... Um, dat is natuurlijk nog meer waar je... Ja, waar we uit voortkomen, we komen letterlijk uit door de baarmoeder. We komen dat echt die basis. Ja. Dat is echt de basis van verbinding. En op het moment dat het daar niet, niet uh, dat daar niet die veilige basis is of echt die, die verbinding is, dan ga je dus als kind ook verder zoeken. Dus dan kom je natuurlijk automatisch ja. in eerste instantie bij je vader terecht. Ja. Dus ja, later kwam, kwam, kwam de moederwond uh, veel meer naar voren. En uh, wat ik als kind natuurlijk in die surrogaatmoeders heb, heb, heb proberen te vinden, wat natuurlijk ook een illusie is. En, en waar ik daar wel heel dankbaar voor ben in die periode dat ik dat uh, ontvangen mocht. Maar wat natuurlijk niet een. Antwoord was op mijn moederwond. Dus een hoe liefdevolle die je als kind ook had, ze kunnen natuurlijk niet dat wegnemen wat je niet hebt gekregen van je moeder. Ja. Want Hanna, even voor mij, voor de luisteraars, wat typeert de moederwond? Je hebt prachtige kenmerken ook daarvoor. We, zullen we die eens doorlopen? Dan weten mensen even: oh, maar wat moet ik met die moedermond voorstellen? Vaderwond ja. is wel heel helder, vind ik nu. Ja. In de moederwond, waar zitten de. Ja. Nou, in de basis gaat je moeder, en, en als we het hebben over de moeder, dan hebben we het ook natuurlijk meer over de vrouwelijke energie, zeg maar, ja. die hebben we natuurlijk allemaal in ons, uh, gaat over het vermogen tot verbinden. Ja. En als je kijkt dat we vanuit de baarmoeder, de, de, het allereerste wat belangrijk is voor ons overleven, is dat we die gezonde symbiose uh, ontwikkelen met onze moeder. He, dus in de gezonde symbiose is dat we juist in die versmelting, in die gezonde versmelting, uh, in die veilige bedding gaan voelen van hé, hey, er is een welkom, er is een veiligheid, uh, er wordt voor mij gezorgd, ik word gekoesterd, ik word geliefd. En op het moment dat we dat in die veilige bedding mogen ervaren, kunnen we het van onszelf maken. Ja. En dan wordt het een basis die we in onszelf meenemen voor de rest van ons leven. En dan, dus dat is de eerste taak van een moeder om die veilige versmelting hè, met je kindje aan te gaan om ja. die veilige basis te geven. Maar dan komt er een, een volgende taak als moeder en die komt natuurlijk ook al heel snel is dat je je kind ook de eigen autonomie gunt. En dat betekent natuurlijk al, hè, weet je, de, de geboorte is natuurlijk al een eerste Dan ben je gescheiden van elkaar. Hè, die fysieke ja. scheiding. Maar ook als het kind van de borst gaat. Als het kind de eerste stapjes gaat lopen. En een kind heeft natuurlijk een natuurlijke drang tot zelf ontdekken. Tot, tot ik jezelf, tot autonomie. En als je voorstelt dat het kind je de wereld in wil. Die wil alles om zich heen gaan verkennen en gaan ontdekken. En op een gegeven moment zal het omkijken naar, naar mama, naar moeder, en dan maakt het heel veel uit wat voor ogen zo'n kind aantreft. Ja. Van, hey, krijg ik liefdevolle ogen te zien die zeggen toe maar, ga maar. Ja. Of krijg ik ogen van angst te zien, ja. of van uh, controle, of van ja, Zoals jij boosheid. die bescherming hebt uh, ervaren. Ja. Als er jou maar niks gebeurt, dus dan Oh, dan kan je eigenlijk niet, even vertaald, voluit leven. Voluit in het leven, ja tegen het leven zeggen. Precies, daar ga je al als kind op de rem staan. Als je voelt van, hé, hey, er is niet een, een volle ja. stimulans. Dan moet je als kind al een split in jezelf maken. Ja. En dat is natuurlijk hetzelfde als dat die veilige symbiose er niet is. Ja. He, dus dan begint daar het overleven al. Um, dus dat zijn eigenlijk een twee basisstaken die een moeder heeft. En die een soort polariteit vormen. Ja. En als er in die, uh, in die symbiose of in die eerste ontwikkeling van je autonomie, als daar iets misgaat, als je daar de veiligheid ontbreekt, uh, ja, dan is die polariteit is eigenlijk de basispolariteit voor relaties. Ja. Hoe kan ik in verbinding met mezelf blijven, in contact met de ander? Ja. En als ik, dat, ja, als ik dat vermogen ontwikkel kan ik met iedereen relateren, zonder ja. mezelf in de steek te laten, zonder mezelf te verlaten. Ja, en dus ook die veiligheid te blijven voelen, waar je ook bent, waar je ook gaat. Ja. En te verbinden met jezelf, met, ja. met alles wat er is. Ja, en als je het dan hebt over de moederwond, um, uh, er zijn natuurlijk heel veel situaties in het leven die, die dat triggeren, maar bijvoorbeeld een kind krijgen is er wel zeker eentje van. Want op het moment dat je een kind krijgt, wordt alles in jouw wakker geroepen, wat er ook niet was bij jouw eigen moeder ja, of bij ja. je eigen hechtingsfiguren. Of, uh, dus dus ja, trauma wordt natuurlijk van generatie op generatie doorgegeven. En alles wat niet is aangekeken, wat niet ja. verwerkt is, ja, komt in een volgende generatie terug, of we dat nou willen of niet. Ja, ja. En, en ja, in die hele basispolariteit van symbiose en autonomie. Ja, daar, daar, daar zit eigenlijk alles al in, ja. dus daar ja. Dus het is bijna een wonder als het goed gaat, ja, zeg Maar dus, ja, dus, hè, weet je, ja. Um, en we komen natuurlijk uit een, een uh, samenlevingen waarin de, de, de mannelijke energie heel dominant is geweest, dus, dus ja, vrouwen hebben niet altijd de kans gekregen om zich ook te ontwikkelen om volle uh, potentieel te, te leven. En, ja. en dus ja, er komt heel veel. Oude pijn omhoog, waardoor je niet in staat bent om die volle emotionele beschikbaarheid aan je kind te, te geven. geven ja. En dat heeft niets met schuld te nee. maken. Nee, Hè, dat, dat vind is, ik ook heel dat, mooi. Dat, dat je is dat wat, uh, ja, wat ik ook heel belangrijk vind om te noemen. Want het gaat ver voorbij de schuld. Het is, um, het is wat we aantreffen in ons leven. Ook al heeft niemand het zo gewild. Nee, nee maar dit is wat je, wat je waar je mee te dealen hebt. En um, Even een heel klein zijspoortje, maar uh, geloof jij ook in, in, in vorige levens en in karma? Hoe, hoe zie jij dat? Hoe verhoudt dat zich hier toe? Misschien heb, is dat nog nooit aangeraakt, maar hoe, hoe zie je dat? Oh ja, ik, ik geloof absoluut dat we niet met een onbeschreven blad nee. komen. Nee. nee, dus ik denk dat, dat we al dat we absoluut dat ons, ja, ons bewustzijn uh, ja, uh, altijd voortgaat en ja. dat we dat het. Leven eigenlijk er ook voor bedoeld is dat we steeds voortstuwen naar een, naar een hogere trilling, als ja. het ware, naar een hogere vorm van bewustzijn. En dat, dat eigenlijk alles wat we in onze levens, hè, dat zie ik wel echt als levens, en niet alleen dit leven, ja, dat alles ertoe bijdraagt. Um, ja, ja, en dat, weet je, als je dat zo zegt, dan voelt het ook hè, voor alle mensen die nu luisteren ook. Goh, misschien heb je nog een vaderwond, een moederwond, stukken aan te kijken daarin. Goh, maar misschien heb ik dit ook uitgekozen in dit leven om weer nou, stukken aan te kijken, om die bewustzijns ja. transformatie door te gaan naar die ja. hoge trilling ja. en je bestemming te vinden. Want ja. dat is wat jij ook zo mooi zei als kind, dat je ziet van wat is mijn bestemming? Want wat is jouw bestemming, Hanna? Ja, nou ja, mijn bestemming is, is um, uh, bijdragen aan de transformatie van angst naar liefde. Ja, dat is ja, ja. echt. En daarvoor, als je zegt van ja, daarvoor had ik dit gezin uitgekozen, denk ja. ik. Want dit, wa ja. dit waren voor mij de perfecte omstandigheden waarin ik dit kon ontwikkelen. Dan zou liefdes er... nooit nee. geweest En had je nooit zoveel duizenden, weet ik veel, tienduizenden mensen kunnen helpen? Nee, nee, nee. En dat zou ik. Echt als kind niet gezegd nee, hebben, want dan nee. zit je er midden in en dan zie ik echt dat je denkt: Jeetje, komt het nog ooit goed? Nee, ja, maar, maar als je zo terugkijkt, dan denk ik: Ja, weet je, ik, ik, heb, ik heb de perfecte omstandigheden daarvoor ja. uitgekozen. Was het makkelijk? Nee, Nee, absoluut niet. <laughs> Zeker maar niet. Anders was het boek er niet goed. Maar ik had wel een missie. Ja, ja, dat dat, dat dat zo klein dat... als je was al. Ja, en in die zin voelde ik ook altijd van: hé, hey, ik kon me ook niet zo ook al had ik hele fijne vriendinnen en mensen om me heen, maar ik had er altijd wel een, een ander verlangen dan, nou ja, weet je, gemiddeld, ja, dingen van het leven waar kinderen dan mee bezig zijn. Maar hij had er een enorme drang altijd van binnen ja. naar, van ja, maar zo herkenbaar ook, zo herkenbaar sowieso je verhaal, maar ook. Ja, weet je, ik zei net al, voordat we starten met de podcast, dat ik tien jaar geleden jouw eerste boek al uh, heb gekocht. En dat ik er zoveel aan heb gehad. En nou, natuurlijk ook op de boekenlijst is gekomen voor Therapeut... En dat ik denk, oh, ik ben zo dankbaar dat, je, dat jij het weer hebt aangekeken. ons inspireert. Nou, ik noem maar even ons of uh, iedereen die hierin geïnteresseerd is. Om dit aan te kijken, om hiermee door te gaan. En hoeveel generaties die daarna ook weer komen geheeld worden, want hoe meer jij als moeder aankijkt, hoe minder je ook weer doorgeeft op dat stuk op je kinderen, even ja. los van ja. externe omstandigheden. Want hè, ik ja. bedoel, als je kind te vroeg wordt geboren en een couveuse moet, ja, is dat ook een Zeker. moment Zeker. waar je niet, waar je denkt, ja. oh, dit had nee, anders nee, kunnen. Ja. Maar ja, ook dat is het ja. pad van het kind dan weer, en ook dat is het lot wat je ja. hebt aan te kijken van, oh, dit is het lot van mijn kind, maar ja. daar ja. wel zijn. Ja, ook. ja. ik krijg wel eens vragen van mensen die zeggen van, weet je, het is een superconfronterend thema om in jezelf aan te kijken. Ja. Je verlatingsangst, je binding, ja, super superconfronterend. Maar het is misschien nog confronterender als je als ouder merkt... ik heb het doorgegeven aan mijn kind. Ja, ja. En um, nou, dan, dan komen mensen ook echt met, met, met vragen van... maar hoe kan ik ervoor zorgen? Hoe kan ik, wat kan ik doen naar mijn kind toe dat, dat, dat die daar minder last van heeft... of dat, ja. die, zich, dat die dat kan verwerken? En dan zeg ik eigenlijk altijd: het enige wat het allermeest dienend is, is ga naar jezelf. Ja. Ga, naar je, ga, ga dit thema in jezelf aankijken. Wat, wat is van jou daarin? En gun je kind zijn eigen pad daarin. En, ja. en ook de, de eigen tijd en tempo. Want dat kan het kind alleen maar zelf op een gegeven moment daar klaar voor zijn. Maar je maakt de weg voor een kind wel veel vrijer. als jij je eigen thema hebt aangekeken. Want daarmee. Ja, in de energie ga je het dan zoveel meer openen, zodat het kind ook daar misschien wel eerder aan toe is, maar daar ook eerder misschien met vragen komt of van goh. Ja. Um, dus dat, dat, ja, dat is zo belangrijk. We kunnen natuurlijk alleen maar bij onszelf beginnen. Ja, prachtig. Ja, ik, ik heb tien jaar geleden een, een scheiding doorgegaan, de vader van mijn dochter. En toen was jouw boek ook ja. echt mijn redding. En ja. zo fijn. En, met mijn dochter ook weet nog haar eerste schooldag later toen ze vier was. Dag, mama. Ik dag, lieverd. Heel veel plezier. En het was zo fijn. Ja. Weet je, dus dat boek heeft ook mij persoonlijk heel erg uh, geholpen. Dus oh. dank je wel ook nou, daarvoor. Ik dus ik herken ook zo. Weet je, de, heel veel mensen willen dan toch gaan hè, even de moeders dan doen, maar even willen fixen. Oh, als ik het met mijn, mijn kind, maar nu dit keer maar goed doe. Maar niet buiten jezelf, maar echt gaan met jezelf ja. aan de slag. En dat ja. ben ik ook gaan aankijken. Weet je, oké. Okay, ja. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ja, en anders moet het kind gaan veranderen voor jou. Precies. Dat gaat terwijl dat. Niet. Nee, gaat en, het niet. nee, en het kind hoeft jou niet gelukkig te maken, weet je? Nee. Het, is, het is zo nee. andersom. Nee, dan uh, zul je alleen maar meer weerstand ervaren. Exact, ja. zo is ja. het. Um, even een tussendoortje. Nou. Uh, er ligt hier een, uh, een kaart, nee, kaart, allerlei oh. verschillende kaarten. Daar staat een vraag op, dus je mag een kaartje uh, trekken en mag je voorlezen en nou, ja, natuurlijk de vraag beantwoorden. Nou. Kijken wat. Uh... Deze kijkt me aan. Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien? Welke trekjes? Nou, oh, maar door. Uh, eigenlijk moet je dit aan mijn partner vragen. Mm, mm. Die kent ze wel, namelijk. Um, nou, een mooi thema van mezelf is, is de, 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 de balans tussen controle en overgave. Oh ja, het ja. is ook weer die dualiteit. Dat is de polariteit. Die dualiteit. Ja, ja. Dus um, waar ik natuurlijk vanuit vroeger, vanuit kind... geleerd heb om heel erg voorwaarts te gaan. Want daar moet het inderdaad... Daar moet ik alle ballen in de lucht houden. Daar moet het allemaal gefixt worden. Daar, want dan kan ik... Ja, het harde werken, overleden, presteren. hard werken. Ja. Dat allemaal. Uh, nou ja, dat viel natuurlijk mega... in, in, in duigen toen ik ziek werd. Ja, dus toen heb ik al veel meer moeten leren... om achterwaarts... te, te rusten in mezelf, te leunen... Um, maar af en toe komen die trekjes nog van uh, dat ik toch ergens een controle over wil hebben. Dus dat ik ja. toch even nog uh, die controle opzet. Dat, uh... En is het dan puur een patroon? Of is het dan ook weer iets wat geraakt is in die moederwond, wat, uh, wat aandacht vraagt? Oh, dat heeft er zeker mee te maken. Ja, dat, 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 dat zijn natuurlijk steeds nieuwe laagjes. Ja. Ja. En dat... dat uh... En ze veranderen steeds. Dus ja. het, wordt het wordt steeds fijner ja. en subtieler. Ja, heel herkenbaar. Uh, dus af en toe die neiging. Ja. Oh, en dan, op het moment dat je voelt oh, he, ja. ik, letterlijk ga ja, dan, ik dan ga ga ja. alweer naar het puntje van mijn stoel bijna. Dat ik denk, oh nee, dat hoeft niet. Ik, ja. mag, ik mag rusten. En uh, ja, Ik mag zo vertrouwen. En zo mag leunen. En, uh, ja, weet je, en ik voel ook als je, want dit is die mannelijke energie. Heel veel power, vuur, ja, 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 ja. kracht. Ja. Dit gaat heel erg ook over de ja. zachtheid en ook over creativiteit. Want ik merk ook als ja. ik zelf in een overdrijf zit of in een controle modus om heel hard te willen werken, dan merk ik ook vanuit mijn zijn dat ik minder verbinding maak met mijn intuïtie, met mijn vrouwelijkheid, met mijn creativiteit. Zeker. Dus ja. ja, dat is zo die dualiteit ja. die dan ja. zichtbaar wordt daarin. Ja. Het ja, is heel het, creativiteit helpt fijn. Creativiteit hoeft niet met hard werken te maken nee, te hebben. Juist nee. niet. Nee, nee, juist. Het, ja. het, het, het onbewust ja. werken. Ja. Maar mooi trekje, mooi spiegel ook voor mij. Dus <laughs> dankjewel voor het delen. Hey, en uh, we, gaan, uh, oh ja, we gaan naar de vraag van de luisteraars. Oh ja, er zijn heel wat binnengekomen. Um, oh ja, hier is een. Ik denk dat hier een verlangen in zit. <laughs> Komt er ook nog een werkboek bij het boek Liefdesroep? Aha. nou, er um, komt niet een werkboek, maar eigenlijk is het er al, want. Want Liefdesroep is, is een boek waar al heel veel reflectievragen in staan. Dus je kan het eigenlijk al als een werkboek gebruiken voor jezelf. Um, dus daar zitten heel veel oefeningetjes en vragen in uh, die jou kunnen spiegelen in waar je staat. En. Uh, en we hebben er al een online training over. Dus, dus mijn partner heeft de roeping gevonden om in de coronatijd. Uh, want die, die training, wij gaven daar live trainingen over. Ja. Uh, maar dat kon natuurlijk toen niet. Dus die heeft daar toen uh, uh, een online training van gemaakt. Dus, en daar zitten heel veel oefeningen, tools in om er nog dieper mee uh, aan de slag te gaan. Doe de online uh, training, zou ik zeggen. Hoe heet de training? Online training liefdesroep. Ja, ja, de online training liefdesroep. Ja. Oké, okay, dus uh, voor degene die de vraag heeft gesteld of, uh, via uh, Instagram, uh, ga even kijken. Um, ja, hier. Uh, geloof je dat bindingsangst, daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad, verlatingsangst een oerwond is die iedereen in meer of mindere mate heeft? Ja, ik geloof het wel. Ja. Ik, ik denk dat ik de eerste nog moet tegenkomen die daar uh, schoon van is. Helemaal clean, Ook al, he? het, het is natuurlijk een geleide schaal. Hè? Ja. Er zijn mensen bij wie het thema zo ontzettend aan de oppervlakte ligt en heftig speelt. Dat je niet eens tot een relatie komt, nee. dat het daarvoor al, of dat, dat, dat je niet eens, dat je denkt, dat nou, moet ik al niet aan denken. Um, tot aan mensen die al jaren in een relatie zitten, maar daarin heel veel de patronen halen om steeds elkaar maar te ontwijken op intieme momenten en ja. het niet echt met elkaar. Aangaan. vol aangaan, maar nou ja, dus, dus dus in die hele range daar daar, ja, ja, daar zit dat van bijna anders, iedereen he? daar zich wel ergens in kan herkennen. Want daar zie je toch ook nu ineens even sorry hoor even een klein uitstapje. Je ziet nu ineens second love, weet ik veel wat ja, allerlei wordt weinig ja, gestimuleerd ja. om vreemd te gaan. Ja. Welke pijn zit daaronder? Is dat ook die die bindingsangst? Want het vreemdgaan, weet je, als je dat zo dan je stimuleert nou? Dat zou het er niet moet. Ik, ik ben zelf veel. Ja, liever monogam, moest ik maar zo zeggen. Is dat ja, kruis, hè? Want, ja, nou ja. De, de, maar... de, kijk, de interessante vraag is altijd om te stellen: vanuit welke plek in jezelf doe je dat? Ja, ja. Kijk, doe je dat vanuit een, een, een radicale eerlijkheid naar, naar, naar de ander, naar, naar, de naar mensen met wie jij uh, je intiem verbindt? En kan je daar open, je, kan je daar totaal congruent in zijn? Kun je iedere consequentie nemen? Ja. Kun je alle gevoelens daarin verteren, aankijken, noem maar op? Dan denk ik ben je daar wel een fulltime baan. Ja, ja hebt. Dan ben je druk mee op die ronde houden, dat weer maar, dat feestje. Maar dan is het, dan doe je het vanuit ja. een, een, een vanuit een zuivere van, plek, vanuit ja. een zuivere uh, uh, gezonde plek, ja. omdat je alles neemt en aangaat. Ja. Maar ik denk dat 99 van de 100 nee. dat niet vanuit die plek doen nee. en dat het ergens um, ja, een, een, uh, het maskeert waar het werkelijk over ja. gaat. Zoek de zoek naar vader of de zoek naar moeder in. Ja. 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 Dat, je, dat je het niet vol aangaat met wat ja. er wel is, maar dat het ook ergens een vorm van escape kan zijn. En ja. dan doe je het vanuit een overlevingsstuk in jezelf. Ja. En dat, ja. dat kan alleen ieder maar voor zichzelf uitmaken. En weet je, en ook dat, hè, weet je, ook dat is niet goed of fout. Want het zal de mensen aantrekken die dus daar hun eigen proces in te ondervinden ja. hebben. Ja. Uh, het is deel van. Nou en misschien ja. uh, dient het wel weer om daarna weer verder wakker te worden. Ontwikkeling. Om, uh, dus, het is, het, ja. eh, dus het is niet goed het is geen goede of fout. Of nee. Maar het is um, ja, het is, ja. Denk dat dat interessant is om te ja. kijken. Van nee, maar omdat het, het zo dat. tegenwoordig je ziet het ja. veel bushokjes. Ja. Um, even kijken. Dan heb ik hier nog een vraag. Oh ja, je organiseert ook reizen naar Peru. Hoe ben je daar terecht gekomen? Nou, <laughs> kijk, hebben we nog even. <laughs> hebben we nog even. Um, nou ja, dat heeft dus te maken met, met het leven van je potentieel en van je volle bestemming. En ik, ik uh, was op zoek zelf een keer naar een reis waarvan ik denk, nou, ik wil niet ergens zomaar op het strand gaan liggen, maar ik wil echt iets heel zinvols en betekenisvols gaan doen. En toen ben ik bij het project van Helena van Engelen terechtgekomen ja. in Peru. Nou, daar werd ik zo ongelooflijk diep geraakt door een vrouw die echt op haar 52e uh, huis en haard heeft verlaten en voor de verlaten kinderen van Peru echt een, een thuis uh, heeft geboden en dat was zo ongelooflijk voelbaar en in hoe zij het daar aan het vertellen was ik werd zo ik was echt tot tranen toe geraakt en ik dacht dit kan je alleen maar doen als je ja vanuit liefde ja. en vanuit niets anders en toen ik daar was, wat mij ongelooflijk fascineerde, en dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi principe, is dat zij daar het zaadje geplant had en dat zij hulp kreeg van, nou, van, van heel veel plekken van over de hele wereld. Het Philharmonisch Orkest van Amerika schonk instrumenten, maar ze stuurden er ook nog een, een docent bij om de kinderen de instrumenten wow. te leren bespelen. Nou, en zo waren er zoveel voorbeelden dat mensen zichzelf gingen organiseren, helemaal het werd, no werd niet gevraagd, of, uh, maar mensen gingen zichzelf organiseren om iets te willen bijdragen aan dat project. Wow. En dat voelde ik ook. Dus de, ik was zo graag dat ik de eerste drie dagen dacht: ik loop met mijn ziel onder mijn arm en het enige wat ik kan bedenken is: wat kan ik bijdragen? Yeah. Wat kan ik doen? Nou ja, ik wist het echt niet. Maar ja, dat was natuurlijk, ik was veel te moeilijk aan het denken. Dus na drie dagen uh, viel mij de gedachte te binnen en ik schrok eigenlijk van de eenvoud dat ik denk. Maar ik kan er wel iets over schrijven. Ja. Ik dacht, nou ja, het is met Liefdesbank gelukt. Ik ja. kan het er nog een keer op wagen. En dat was het zaadje waardoor ik uiteindelijk Liefdesroep ben gaan schrijven. En toen dacht ik, ja, waar moet het dan over gaan? Het, ik, ik wil dat, het, dat, het, dat ik het weer een graadje optil. Dat het niet alleen over dit project, nee. of over deze kinderen of over Helena gaat, maar over het, de grotere principes die daarachter zitten. Ja. En. Um, nou, toen wist ik ook meteen, als dit boek er komt, dan moeten de royalties naar dit project gaan. Want ja. dat zou dan weer, het, hè, dat maakt het voor mij rond. rond van ja. hé, hey, dan komt het daar weer terug. Maar ik wilde dat, dat iedereen ging leren doorzien van hé, hey, hoe kan ik van, van een rups een vlinder worden? Mm. Hoe kan ik, want, want Helena had haar angsten moeten overwinnen. Om naar de andere kant van de wereld te gaan en vanuit het niets dat daar te ontwikkelen. Maar door het horen van haar verhaal, dat was een enorme spiegel voor de hele reis die ik had doorgemaakt met het schrijven van mijn boek Liefdesbang. Ja. Want ik moest, ja, weet je, een therapeut die, die naar de wereld gaat zeggen: Nou, hier ben ik met mijn verlatingsangst. Ja. Moest ik best wel wat angst en wat schaamte en noem maar op overwinnen. Ja. Dus ik merkte dat er heel veel parallellen waren. Ook al deden we compleet iets anders, maar er zaten heel veel parallellen in de hele ontwikkeling die we hadden doorgemaakt, maar waardoor we wel in staat waren, ja, om andere mensen mee te nemen en, en te inspireren en ja, in onze levenslessen te delen zeg maar. En eigenlijk is dat natuurlijk ook de, de reis van de held en de heldin. En die principes die wilde ik, nou ja, ik wilde dat iedereen die leerde kennen. En dat zijn natuurlijk ook de principes van de natuur. Ja. En als we die principes leren toepassen in ons leven, ja dan gaat het leven voor ons werken. En ja, en als we in die lagere trilling blijven, dan, ja dan lopen we steeds tegen blokkades aan en be tegen belemmeringen aan. Um, dus ja, dus dat, dat die transformatie, eigenlijk, dus als je het hebt over waar liefdesbang gaat, over verlatingsangst ja. en bindingsangst gaat liefdesroep over de levensangst en de doodsangst. Ja. En die zit ook altijd onder liefdesbang. Ja, altijd. Ja. Dat is dat zijn laag. onze ja, basisangsten. Daar kunnen ja. we alles op afpellen. Ja. En dan komen we daar terecht. Dus ja, dat dat ja, en als je die principes gaat toepassen, dan gaat je, je hele leven veranderen. Alles stroomt. Ja. Dus toen hebben we onze training hebben Mark en ik onze training liefdesroep uh, die we eerst hier gaven. Hoe fantastisch is het om mensen mee te nemen naar het project? Waar je in een omgeving bent waar je de liefdesroep die, die ademt, daar ja, ja, dat, dat ja. Als je die kinderen ziet en wat Helena daar tot stand heeft gebracht. Ja, dat is, dat is Geweldig. echt ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk inspirerende vrouw. Nou ja, dat ik zag ook gewoon bij onze deelnemers dat we en de diepte ingingen naar binnen. En we gingen natuurlijk naar super inspirerende plekken. Eigenlijk allemaal liefdesroepplekken mm. toe. Want die, ja, die heb je daar ja, die echt hele mooie avontuur. <laughs> ja. Nou ja dat, dat, ja, dat was natuurlijk. Uh, ja, dat was. Uh, Weldig. Een hele mooie synergie was dat. En komt er nog een aan of niet? Gaat er nog, gaat er nog een reis komen? Vast wel, maar er heeft natuurlijk nu die coronatijd tussen ja, ja. gezeten. Dus ja. als we voelen, en Peru is het best, best nu een onrustig, ja, uh, onrustig land. Ja, ik, ja. Maar zodra we voelen dat het weer kan, gaan we dat zeker ja. doen. Ja. Hou het in de gaten ja. mensen. Uh, wij uh, mogen ons verheugen op een oefening, een nou, meditatie. Klopt ja, toch? Ja, zeker. Vertel, wat gaan we doen? Dus mensen thuis, ga al lekker zitten. Ga of lekker je klaarmaken. Ja. Zet de auto aan de kant. Ja. Nou, ik wil jullie even meenemen in een meditatie. Uh, iedereen dus die, uh, die er is, uh, mits je natuurlijk op een veilige plek zit, <laughs> uh, waar je naar binnen kan gaan. En dat gaat ook over het principe van insluiten. En dat is eigenlijk een van de hele helende principes dat ja. we al onze diepste menselijkheid leren insluiten. Want alles wat er niet mag zijn, dat bepaalt de dynamiek. Ja. Uh, dus mensen hebben de grootste illusie van bang, Dus mijn angst mag er niet zijn. Maar ja, dan neemt hij het eigenlijk van ons over. Ja. Dus wat we te doen hebben, is juist de angst en al onze diepste menselijkheid. Dat die er mag zijn, dat we die in ons hart kunnen sluiten. Want als, ja, als dat de connectie met ons hart krijgt, dan komen we zelf weer terug aan het stuur. Ja, en dan houden we zelf de regie. En Mooi. ja, dan mogen we gewoon vol mens zijn. Ja, in heelheid hoor ik je eigenlijk ja, zeggen. Dat, dat is kom je bij de heelheid. En dan, en dan heel je de oorspronkelijke afsplitsing die je vanuit je overleven moest maken, ja. die breng je dan weer terug tot heelheid. Nou. Dus daar wil ik jullie gewoon even een klein stukje in meenemen. Dus nou, fijn als je even zorgt dat je lekker zit. Nou, en als het oké, okay, veilig voor je voelt, kun je je ogen dicht laten vallen. En adem eerst maar even zo een paar keer wat dieper in en met de zucht uit, zodat je in die uitademing alles kan loslaten wat je nu even niet nodig hebt, en dat je ook bij die uitademing wat dieper in je lijf kan landen. En ons lijf is ons instrument om te kunnen voelen om te kunnen ervaren dus de mate waarin je aanwezig bent in je lijf bepaalt ook wat je kan voelen En kijk of je alles precies kan laten zoals het is, zonder iets te willen veranderen, zonder iets aan te passen. Je kunt zo even voelen waar kan ik makkelijk contact maken in mezelf, waar heb ik makkelijk toegang toe. Welke plekken in mijn lijf? Wat voelt er warm? Wat voelt er verbonden? Waar voelt het stromend? Waar kan ik zijn met mijn adem? En misschien zijn er ook plekken. Die wat verder van je afstaan. Of waar het wat gespannen voelt. Of waar het misschien zelfs pijnlijk voelt. En het kan zelfs zijn dat er plekken zijn in je lijf waarvan je merkt, daar voel ik niet. Kijk of je dat ook vol kan laten zijn zonder oordeel. Misschien was het niet voelen voor jou ooit het meest intelligente wat je lijf kon doen om te overleven. Kijk of je met je liefdevolle aandacht daarbij kan zijn. En dan wil ik je vragen om ook even met je aandacht naar je voeten te gaan. Even te voelen hoe je voeten contact maken met. De grond met de aarde. Hoe je tenen contact maken, je hakken. Alsof jouw lijf de stam is van een grote, stevige, oude boom. Van waaruit wortels de aarde ingroeien. En stel het je maar voor op je eigen creatieve manier. De een ziet dat voor zich, de ander weet het. De ander voelt het, alles is oké. Okay. Je voorstellen is al voldoende. En dan wil ik je vragen om met je aandacht naar je hartgebied te gaan. Als het fijn is, kun je een hand op de plek van je hart leggen. Als dat je helpt om daar contact mee te maken. dan wil ik je vragen om vanuit je hart contact te maken met het kleine meisje of dat kleine jongetje wat zich ooit niet geliefd heeft gevoeld. Wat zich ooit niet welkom heeft gevoeld. Of wat zich misschien niet veilig heeft gevoeld. Dan neem je rustig de tijd om nieuwsgierig en open te kijken hoe laat dat kindje zich aan mij zien. En ook hier geldt, misschien zie je niets, maar voel je het of weet je het. Volg je eigen manier daarin. Hoe jong of hoe klein is dat kindje waar je dan contact mee krijgt? Hoe laat het zich aan je zien? Wat is een houding? Ligt het, zit het of staat het? Heeft het de ogen gesloten of heeft het de ogen open? En zo ja, waar kijkt het dan naar? En kijk dan eens of je. Kan zien wat. hoe het zich voelt. welke emotie of welke sfeer. het meisje of dit jongetje zich bevindt. Is het een springlevend. energiekind? Of zit het ergens stil en alleen in een hoekje? Is het verdrietig? Of bang? Of misschien is het razend, boosheid, woede? En jij kijkt met liefdevolle, volwassen ogen vanuit het hier en nu naar dit meisje of naar dit jongetje. En jij bent vanuit je hart beschikbaar voor dit meisje of dit jongetje. Als je zo goed hebt ingevoeld, dan kun je eens voelen vanuit je hart: wat heeft dit kindje op dit moment nu van mij nodig? Hoe kan ik er nu zijn voor dit kindje? Dus wat zou op dit moment een helende beweging zijn? Een helende beweging gaat nooit over iets wegnemen of over iets oplossen of over iets willen fixen, maar gaat altijd over de kwaliteit van je aanwezigheid, zonder dat er iets weg hoeft. Dus hoe kan jij met je volle hart? Aanwezig zijn. Zodat het kindje alles mag voelen. En het zich bij jou welkom weet. Met alles wat er is. Dus kijk of je met zachte ogen kan kijken. je met welkome ogen kan kijken. Misschien wil je ernaast gaan zitten. Misschien wil je een hand uitsteken. En belangrijk is dat je goed afstemt op het tempo van wat dit kindje aangeeft. Soms willen we als volwassenen te snel. Heeft het kindje wat tijd nodig om vertrouwen op te bouwen? Want als we zelf ooit verlaten zijn, hebben we altijd ook onszelf verlaten, dit meisje of dit jongetje. En iedere keer als je contact maakt en liefdevol aanwezig bent, zal er iets veranderen bij dit meisje of dit jongetje. Dan zet je een helende beweging in gang. Dit kindje zal niets liever willen dan jouw liefde beantwoorden. Maar soms heeft dat wat tijd nodig om het vertrouwen weer terug te krijgen. Stem je af op het tempo van het kindje. Dus probeer niets te doen, maar liefdevol aanwezig te zijn. misschien komt er zoiets van een zinnetje wat je zou kunnen zeggen van ik zie je of ik hoor je of ik ben hier. Misschien merk je op dat er iets verschuift bij dit kindje. En dat kan in hele kleine dingen zitten. Verwacht geen grote dingen, maar dat kan zijn dat ineens de ogen geopend zijn. Of dat er een andere uitdrukking is op het gezicht. Of dat er iets van lading weg is. Dat er een andere houding ontstaat. En misschien heeft het nog wat meer tijd nodig. Weet dat jouw liefdevolle aanwezigheid iets doet bij dit kindje, een helende beweging in gang zet. Voel maar zo het is om hier zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Niemand anders weet beter wat dit kindje nodig heeft dan jijzelf. En niemand anders kan het beter aan dit kindje geven dan jijzelf. En dan mag je voor jezelf toewerken naar een afronding voor dit moment. En misschien doe dat op een manier die bij jullie past en jullie contact wat er op dit moment is. En misschien wil het wel ergens een, blijven in een plekje in je lijf, of in je hart. Misschien heb je samen een mooi plekje in de natuur waarin je elkaar nog heel vaak kunt gaan ontmoeten. En dan bedank je dit meisje of dit jongetje. Dat het zich aan jou heeft laten zien. Bedank je jezelf voor jouw liefdevolle aanwezigheid. En dan adem je weer wat dieper. Dan kun je wat met je lijf bewegen. En als je zover bent, open je ook weer je ogen. En kijk je even om je heen om te zien de plek waar je bent. <lacht> nou, <lacht> Marjolein. <lacht> Dankjewel, lieve Hanne. Mm. Heel fijn, fijne oefening. Met thuis... Uh... Als je wil kun je het opschrijven natuurlijk of uh, laat even wat weten aan, uh, aan ons hoe de podcast was. Ja, ik vond het heel fijn. Ik had eigenlijk meerdere kinderen van meerdere leeftijden even die me opkwamen zoeken. Dus ja. dat voelde heel, uh, ja, heel warm. En het is ook wel iets wat ik al vaker heb gedaan natuurlijk. Um... En nu sprong de leeftijd van 11 uh, daaruit. Mijn dochter is nu elf, dus ah, misschien dat ja. dat ook wel uh, ja. een spiegel is. Ja. Uh, dus het was wel, uh, ja, was wel heel mooi. Ze kon echt zo lekker tegen me aankruipen. En, uh, ja. ja, het was wel echt heel mooi. De, de kleinere delen kwamen, lieten zich zien. Er stond echt wel een, meerdere kinderen om me heen. En die gingen op een gegeven moment weer lekker spelen. Zo van, oh ja, hoor, fijn dat je er weer bent. En, en die van elf die kwam echt wel eventjes zo bij me ja. en, uh, het was ook wel mooi, omdat, ja. Om dat ook weer zo te omarmen. En ja, voor mij was het gewoon een soort van zoil van licht en liefde. Waar ik. Weet je, pak wat voor jou nodig is. Je weet het zelf het beste. En het was alsof ze erin ja, ging staan. Mm. En zelf die kwaliteiten uitkoos die voor haar fijn waren. En ja, het was gewoon heel fijn. Weer even terug naar. Wat er altijd ook nog is, natuurlijk. Het is inderdaad niet weg. dat je veel mensen denken met innerlijk kind van oh ja, daar zoek ik dan op. En dat is dan alleen uit het verleden. Maar dat blijft natuurlijk ja. een deel van jou. Ja, en dat blijft ook een deel van, van wie ja. je bent. En dat uh, ja. gaf ook heel veel ruimte. Ja. Dus uh, ik vond het heel fijn. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Ja. En mooi ook. De, de um, nou, wat je dan ook aangeeft, hey, je weet zelf wat het. Beste is, of, of uh, gaan die dingen proberen te fixen of te veranderen of door te drukken? Of, hè, ja. Dat houdt het zo helend, omdat het zo open is en je ook het kind, dus in jezelf, laat kiezen wat die weet heel goed wat het nodig heeft. Ja, dus dat vond ik heel, heel fijn. Want vaak hebben we met iets in het verleden willen we dat veranderen willen we de toekomst en eigenlijk alles wat er nu is ongedaan maken, terwijl die realiteit, die inclusiviteit, dat alles er mag zijn, dat is juist zo helend. En Zeker. dat is ook wat je zo mooi zei al bij de voorbereiding van dat wat je hebt afgescheiden, pak dat er juist bij. Ja. Die ja. splitsing, alles wat, want dat gaat ja. anders zich alleen maar meer manifesteren in ja, je leven. Die, en die lage, wordt steeds groter. Ja. en Dan wordt het een steeds grotere schaduw. Ja, en, en die, die, die lage, lage trilling. Vindt, uh, en je blijft vastzitten in de lage trilling. Ja. En het gaat zich ook manifesteren in de mensen die je aantrekt. In alles wat je aantrekt. En uh, ja. ja, dan ja. krijg je die spiegel ja. te vroeg of laat weer terug. En, uh, ja, en ja. dat vind ik heel fijn. Dus ik, ik, ik merk ook met de oefening, maar ook in dit gesprek. Zijn momenten dat we echt even, even in de details, in de diepte duiken. Maar ook even momenten hebben, oh ja, we even dat grotere pers, perspectief bekijken. Zo van, oh ja, weet je dus... Ook alles in je leven wat zich aandient, is ook een kans om daar weer mee verder te gaan voor die bewustzijnsontwikkeling. Ja. En dat, dat vind ik ook zo helend aan hoe jij het brengt. Weet je? Want inderdaad, wat jij zei, ja, iedereen heeft wel die oerwond, of iedereen ja. bijna iedereen hè. Dus ja. hoe mooi is het als je dus het kan zien als een kans of een, uh, uh, daar in die pijn ligt, ligt, ligt een cadeau uh, verscholen. Ja. Wat je mag gaan uitpakken. Ja. En dat is anders dan een slachtofferrol. Zeker, totaal anders. En, en, en het is ook anders dan alleen maar proberen ons licht te leven. Natuurlijk moeten we ons licht leven, maar we moeten vooral ons licht meenemen naar onze eigen Juist, schaduw. Want daar is het en nodig. Daar kan de transformatie plaatsvinden. Ja. En dan wordt datgene wat in de schaduw ligt ja. onze kwaliteit. Juist. En, uh... Dat is ook waar zomaar voor staat. Hè? Dus je hebt zon en maan licht en donker. Ja, ja is... nou ja. En daar zit de transformatie. En dan hoef je niet iets anders te gaan doen dan, dan ben je het. Ja, vloot ja. het eigenlijk ook Ja, zelf. Ja, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Heb jij nog één tip die je mee wil geven aan de luisteraars? Iets wat je. Nou ja, als het over holistisch leven gaat, dan denk ik: um, wat heel belangrijk is, is met alles te beginnen van: hé, hey, hoe, hoe dient het mij in, in hè, mijn ontwikkeling? Hoe is het dienend voor mezelf? Maar ook hoe is het dienend voor mijn naaste in mijn omgeving? En ook hoe is het dienend voor het grote geheel? En als die drie met elkaar in lijn liggen, ja, dan, dan denk ik dat het heel erg klopt. Mooi. En vaak proberen we hè, van of we slaan onszelf over, maar we doen te veel voor anderen. Dan klopt het ook niet. Nee, nee. Ja, dus het, ze zijn alle drie van belang om. Uh, ja... Mooi. En zo is het weer rond. Dan is het rond. Ja. Dankjewel, lieve Hanna. Heel veel geleerd van deze podcast. Nou, laat weten, mensen thuis. Uh, online training echt een aanrader. Ik hoop dat die bureau reis er misschien tegen die tijd wel op staat. Ja, ja. En uh, heel erg bedankt. Nou, heel erg dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht. Liefde en bewustwording, en maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!